Hey Peter! Hey Arnold! Hoe is het, kerel? Mooi! Druk is altijd goed, zeg maar. Hé? Hey, luister eens, Peter. Ik bel voor het volgende. Peter, is goed als je zo extra terugbel. Houdoe! Binnen! Morgen, chef. Nee, de goeie merrie. Goedemorgen, patroon. Heren. Zeg je. Ga maar zitten. Hi. Jij altijd grap maken, ja, patroon. Dat hoort erbij, ja, Serkan. Ja. Friet, Serkan. Farid. Zeg het eens. Patroon, over 2 weken... wij een hele belangrijke dag. Oké. Okay. Muslim samen, ja. Allemaal moslimmensen. Mooi. Dan wij, Bayram. Willen wij vieren jou 1 dag vieren? Friet Serkan, daar ga ik niet aan meewerken. Waarom, patroon? Ja, nee, waarom? Ik heb hier 36.000 man in dienst, hè. En dan moet je eens voorstellen, als er 2 man niet komen opdagen, dan heb ik een probleem. Het is, ieder jaar is het weer hetzelfde bij jullie, hè. Kijk, vandaag is het offerfeest. En volgend jaar is het Gaddafi-feest en er wordt elk jaar... Welke feest? Gaddafi-feest of het weet niet wat voor feest. Ik 25 jaar. Ja, oké. Okay. Jij werd nog 25 jaar. Zaterdag, zondag, elke dag. Friet, ik weet het goed. Farid. Ik weet het goed gemaakt met jou. Jij mag 1 uur later beginnen, want jij werkt hier al behoorlijk lang. 25 jaar ik hier. Mot vrij, ja. Maar zeg dan, jij verschijnt hier gewoon om 8 uur, smergens vroeg. Patroon, ik maak een deal. Kerst, wij komen werken, van jullie krijgen Bayram vrij. Je moet draaien. Kun je dat helemaal geen respect voor het geloof, helemaal niks meer. Ik weet, je gaat met kerst, je hebt iedereen gewoon vrij. Jij hebt geen respect, jij. Respect voor de geloof? Geen respect. Respect voor de geloof. Als ik niet vieraai van de offerfeest, ben ik echt boos. Ik ook. Echte boos. Ik ook boos. Echte boos. Super.